Er moeten snel maatregelen worden getroffen om de A67 veiliger te maken. 7 verkeerswethouders van omliggende gemeenten hebben een noodkreet gedaan aan Den Haag. Op de A67 gebeuren veel ongelukken. Het is dan ook de bedoeling dat de snelweg van 2 naar 3 baans gaat over een paar jaar. Maar tot het zover is, willen de wethouders het aantal ongelukken terugdringen. Ze willen op korte termijn meer rust plaatsen voor vrachtauto's, een inhaalverbod voor vrachtwagens en elektronische borden die op tijd aangeven dat bestuurders vaart moeten minderen. Of het allemaal doorgaat is nog niet bekend, maar wat de wethouders betreft mogen de maatregelen zo snel mogelijk ingevoerd worden.